Leon de Kogel staat in zijn tijd bij de FC bekend als de stormram van de voorhoede. De boomlange spits speelt sinds vorig seizoen bij de tegenstander van aanstaande zaterdag, Go Ahead Eagles. Een mooie gelegenheid om bij de oud-Utrechter langs te gaan in Deventer. Samen met de aanvaller bezoeken we de echte Deventer koekwinkel. En zoals je ziet hebben ze hier allerlei soorten koek al. Zelfs koeklikeur zie ik hier staan. Dus aan de andere kant ook, allerlei soorten koek. Dus. Ik heb het eerlijk gezegd nog nooit geprobeerd, dus ik doe nu wel een beetje interessant dat ik het allemaal weet. Maar laat het maar gaan proeven dan. Dit is een plakje ontbijtkoek. Dit is de Deventer kruidkoek. Dit is een stukje ellekoek. En dat is een vers gebakken koek. Die noemen we Jacobjes. Jacob Bussink. Kijk eens. Ja. Ziet er allemaal wel lekker uit in ieder geval. Iets smakelijk. Dan gaan we eens proeven dan. Gaan we dan. Nou, lekker hoor. Een soort ontbijtkoek, maar toch net iets anders. Een beetje echt kruidig eigenlijk. Lekker, zeker. Ja. Ik heb nog één hoor. Het is dus genieten geblazen in de koekwinkel. Maar dat was het voor Leon ook in Stadion Galgenwaard. De spits kijkt met veel plezier terug op zijn carrière in de Domstad. Ja, toch echt omdat veel vrienden van mij eigenlijk supporter zijn ook van de club. Dat vond ik wel het mooiste aan dat je dan voor die club voetbalt. Dat je uit je eigen regio komt en daarnaast Europees voetbal denk ik dat avontuur. Boekarest uit, Liverpool uit, Napoli uit. Dat waren wel de mooiste wedstrijden dat ik tot nu toe heb gespeeld. En je hebt in totaal 8 doelpunten gemaakt. Ja, het was, ik speelde niet altijd natuurlijk, maar ik heb wel mijn nodige minuten gemaakt. En toch nog 8 goals gemaakt. En daar ben ik best nog wel trots op, begin van mijn carrière. Zeg maar. En nu speelt Leon bij Go Ahead Eagles. De aanvaller heeft al 27 goals gemaakt voor de ploeg uit Deventer en heeft het hier naar zijn zin. Ja, er waren wel aardig wat clubs die interesse toonden. Alleen ik had gewoon een heel goed gevoel hierbij en daarom heb ik ook verlengd hier. Dat hebben de supporters volgens mij ook wel enorm waarderen dat je dat gedaan hebt. Nee, zeker. Tuurlijk. Ja, ik kreeg honderden, misschien wel duizenden berichtjes op Facebook en op Instagram. En van blijf alsjeblieft en we hebben je nodig hier. Nee, dat is een stukje waardering en daar doe je het ook voor denk ik als voetballer. Go Ahead heeft in meerdere opzichten veel weg van de FC. En ook de twee steden hebben volgens Leon veel overeenkomsten. Nee, zeker. Ja, hier zie je achter zitten Brink. Dat is echt het middenplein met alle eetgelegenheden en waar je iets kan drinken. Dus het is mooi en dat heb je natuurlijk bij het Neude ook in Utrecht. Dus dat is wel een beetje hetzelfde zo'n plein. Dave de Koekie, Fucking Worst, dat ken ik natuurlijk van Utrecht. Dus het is wel overeenkomsten, zeker. En dat geldt ook voor de supporters, die in Deventer net zo trouw zijn als in de Domstad. Ze zijn echt trots op hun stad eigenlijk. En hier in Deventer praten ze ook met trots over hun club. Dus je moet niks verkeerd zeggen over Go Ahead. Dat leeft bij iedereen hier hoor. Bijna hetzelfde als Utrecht eigenlijk. Ja, zeker. In een stadje. Dus dat is zeker waar. Ik denk als je in Utrecht iets negatiefs zegt over de club, dan wordt het ook van wat zeg je, weet je wel. En hier is dat precies hetzelfde. En als je er zaterdag nou in Utrecht komt, dan denk je op een gegeven moment van ik geef ze vanavond lekker een koekje van eigen deeg? Nou, als ik de kans krijg om te scoren, natuurlijk, dan laat ik zeker niet na. Nee, maar ik heb wel warme gevoelens bij die club. Dat is natuurlijk logisch. Ik woon er vlakbij. En we gaan daar proberen te winnen. Dus, en ik hoop ook dat we daar gaan winnen.